Hey allemaal en welkom bij een nieuwe video. Deze keer is het weer een mealtime, maar niet een mealtime waar ik zelf om heb gevraagd. Want ik was een paar dagen weg qua voor iets. En Marit is 2 dagen op mijn account geweest. En die heeft stiekem een mealtime. Wow! Ik schrok me rot! Alleen, ik heb nou mijn ding niet aanstaan. Niemand hoort jou volgens mij nu. Ik schrok me echt rot. Maar ja. Maar ik heb dus een... ik kom niet meer uit mijn woorden! Maar in ieder geval. Marit heeft voor mij een mealtime gedaan terwijl ik weg was. En die begon dus helemaal via Skype. Anne, ik moet je iets heel belangrijks vertellen. Anne, kom, ik moet je heel belangrijks vertellen. En ik zo, oh shit, wat is er aan de hand? Help, wat is er aan de hand? Vertel. Alleen, ik was in de stad en ik had geen wifi. Dus, het was heel tijd, oh shit, wat is er aan de hand? En ik was helemaal gestrest. En toen begon Marit te feesten van, ik heb al 64 cadeaus voor je verrassingsmealtime. En ik zo, oh. Ik schrok me helemaal kapot. Maar in ieder geval, echt, ik vond het echt super leuk dat ze dat had gedaan. Dus nou ga ik wel even. Nou ben ik. Recording. Nu ga ik de video voor haar opnemen. En Marit is er zelf bij via Skype. Alleen ze praat niet. Ze heeft volgens mij de mic uitgezet. Ze heeft de mic uitgezet. En. Maar ze kijkt en luistert wel mee. Ik ga gewoon kijken, want dit is niet op mijn... Nee, niet op AVA. Ja, ik ben op Great Night. Hieronder staat AVA. En laat ik maar gewoon beginnen. Ik weet serieus echt niet meer hoe ik het host waren. Oké. Elke keer komt dat Skype-ding terug in beeld. Als ik van Skype terug ga naar dingen. Oh. Meer dan 64 cadeaus volgens mij. Echt. Bedankt dat jullie het... Oké. Ik zal dit ooit een keer moeten gaan knippen. Bedankt voor alle cadeaus. Alvast dan, ja. Ik ga gewoon ondertussen gewoon even random praten. Maar net heb jij een idee over waar ik over kan praten. Over kip. Wat moet ik zeggen over kip? Ja, ik weet het ook niet. Dit is ook heel makkelijk, hè? Zo de hele tijd. Oh, over pizza. Pizza is lekker. Ik kreeg net een heel vaag ding over pizza. Wacht. Marit, ik ga jou nou een ding doorsturen. Ik kreeg net een hele vet foto over pizza. Ik ga gewoon ondertussen ook gewoon openen, trouwens. WhatsApp. Deze is zo vet. Oh my god, thanks. Ik vind dit zo... Deze stond trouwens op mijn verlanglijstje, volgens mij. Oh my god, dit stond op mijn verlanglijstje. Moet je zien hoe freaking nice. Iemand die zei echt zo, dit is Anne. Wacht even. Anne be like. Oh wacht, dat zie je niet. Dit, Anne be like. Overal pizza. Oh, ik heb echt 3 keer geopend ofzo. Maar goed, ik ga gewoon ondertussen... Ik ga gewoon verder. Dit is trouwens wel een verlanglijstje. Daar kom ik nou pas achter. Oh my god, deze vind ik cool. Ik ga gewoon even trouwens via telefoon met Marit Skype. Waarom hou je niet van pizza? Dat vind ik slecht. Hou je ook niet van mij. Dat vind ik ook niet leuk. Oh, thanks. Oh ja. En wat nou als er geen tomaat op zaten? Ja, jullie zien dit niet, hè? Holy crap. Oh, best wel vet haar dit. Ah. Dat is super lief. Love you too. So. Oh my god. Broekpak. Ik voel me nou zo'n hippie. Ik voel me echt een hippie nu. En hij hangt weer vast. Marit, hij hangt vast. Wat handig dit. Nou, ik ben ongeduldig. Ik ben ongeduldig. Waarom doet hij zo langzaam? Waarschijnlijk omdat ik echt 5 dingen over elkaar heen heb staan. Nieuwe cadeaus. Op de een of andere manier. Waarom werkt hij niet? Marit, help! Hij doet het niet!
Wacht, ik log wel even. Ik ga een keer loggen. Misschien werkt dat. Even loggen. Mijn wifi is een beetje dood gegaan. Dus ja, het werkte niet helemaal. En dat soort dingen. Maar hij doet het weer. Ik zit nou even op een andere wifi. Maar het is nou trouwens weg. Want op de een of andere manier bleef de Skype vasthangen. En werkte het niet helemaal meer. Maar goed, ik ga gewoon verder over... ja, sure. Maar het zegt dat mijn computer haar niet aankomt, want dat ze te hot is. Ik weet niet wat... Oh my god, die is nice. Ja. I don't know. Ik kan ook gewoon... Nee, dat kan ik niet, trouwens. Ik dacht, ik kan proberen Skype in beeld te zetten, maar dat lukt volgens mij niet. Dan moet ik hem helemaal kleiner. Ik ga hem ook kleiner, ik zie wel. Ja. Moet dit even op. Waarom werkt het niet? Dat kan niet, hè. Oké, dit gaat niet werken. Dan niet, sorry. Nou ja. Wat is uitverkocht? Wow. I don't know, is uitverkocht. Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen. En ik ga gewoon verder. Trouwens, ik vind het heel erg lief van Marit dat ze dit heeft gedaan. Ik vind het ook heel erg lief van jullie dat jullie cadeaus aan mij geven. En, wat vind ik nog meer lief? Ik vind honden lief. Ik weet echt niet wat ik nou allemaal aan het praten ben, maar oké. Okay. Dus goed. Maar ik ga proberen om een call te starten. Zodat ze alsnog wel mee kan luisteren. Maar ja, ik weet niet of dat gaat werken. Dat is zo. Nou, ik is aan het bellen. Ik zet ondertussen weer even het scherm aan. Start. Zo. Dan kan ze tenminste weer meekijken. Oh my god, ik vind die bril echt geweldig. Staat me ook zo geweldig, dit. Even kijken. Oh my god, die is nice. Ik ben er echt gewoon, ik ben er gewoon letterlijk in alle kleuren van de regenboog. Ik ben een of ander vaag regenboogpersoon. Boom. Kijk, Marit, ik ben knap. Ik ga gewoon verder ondertussen. Ja, ik weet, ik ben super knap. Zo lijkt het totaal niet meer op een pizza, echt niet. Weet je wat er zou moeten komen? Er moet... Ik ben echt het type. Rommelpizza. Ja, ik ben een rommelpizza. Weet je wat er zou moeten komen? Er zouden pizza shirts voor jongens moeten komen. Want ik had die... Er zijn pizza jurken. En met... Wat? Nee. Oké. Maar goed, er zijn echt gewoon, er zijn pizza jurken voor meisjes. En ik vind pizza jurk echt helemaal geweldig. Maar dan is er geen pizza shirt voor jongens. Ja, ik ben boos, ja. Nu ben ik boos. Ik ben nooit boos, maar nu ben ik boos. Mensen, ik heet geen Anna, ik heet Anne. Dan, ja. Aww. Ik ben boos. Ik ben online, ik ben boos. Ja, ik ben online, ik ben heel erg boos. Oh my god, I'm so freaking beautiful. Ik voel me nou net echt zo'n een of andere clown of zo in een circus. Watch me being allerlei colors. Marit, nu ben ik een zwart-rood kapje. Holy crap. Een redelijk eng zwart-rood kapje. Ik ben niet eng. Marit, ik ben niet eng, trouwens. Ik zie eruit als een clown, maar ik ben niet eng. Ik ben, je kan me beter gewoon een rare pizza noemen. Stikke beter. Stripey! Yep. Staat ook totaal niet in enorme letters in mijn status of zo. Dat ik aan het recorden ben.
Maar het vindt het ook. Je zegt ook, nee, je filmt niet. Ik ga het ook gewoon, ik zeg wel gewoon op Marit gestuurd, want anders moet je altijd terug naar Skype en ja, dat. Maar Marit is aan het, ja, je bent heel erg populair. Oh. Ik kan niet eens typen. Dit gaat nog wel even duren, maar niet. Ik kan het zelf niet eens meer zien. Ik kan mijn... Ik kan hem ook niet naar achter zetten. Dat is zo simpel. Wat was er net? Ik zie echt... Wat zeg je? Oh, die ging van huis. Ik zit soms even te kijken van, oh, eigenlijk zijn die best wel leuk. Maar ik ben gewoon totaal niet aan het opletten. Ondertussen. Nee, ik let. Wat zeg ik nou weer? Ik let wel op. Alleen, ik ben aan het multitasken. Dus ik ben niet echt zo iemand die heel tijd naar voren gaat zeggen. Oh, en die is leuk. En die is ook leuk. En die is ook leuk. Want dan duurt mijn video te lang. Ben ik achtergekomen. Ik zag je scherm. Fucking goed. Oh. Ja. Mijn scherm is ook goed te zien nu. En mijn cadeaus zijn een beetje traag. Jee. Oh my god. Nice. Nou ben ik een blauwharige pizza. Ik weet niet of pizza's blauw haar konden hebben. Maar het kan. Oh my god. Nice. Blauw, ja. Ik ben gewoon blauw, Marit. Ik ben blauw. Wacht, ik wil die ook terugsturen. Wacht, ik ga die ook naar jou sturen. Ze stuurt smileys. Yay, alleen in de mijne zijn het ook anders. So. Pink is de color. Nou ben ik een pink party persoon. Ik weet niet wat ik anders zou moeten zeggen. Boom. Aww. Wat is die? En toen kreeg ik allemaal weer dingen helemaal... Wie is hier mislukt? Je hebt gelijk. Ik ben mislukt. Niemand kan dit trouwens zien. Dus het is echt zo, want ik ben echt tegen Marit aan het praten van... Kijk, en deze persoon... het is echt heel droog van... En dit en dat en zo. En het is ondertussen echt van... Van... Ik praat tegen... Wacht. Wat? Een gerust persoon, een mislukt persoon tegen het beeldscherm. Ja, kan ik ook niet, Marit, niks aan de hand. Ik ben de hele tijd tegen een soort van vaag tegen Marit aan het praten, terwijl niemand weet waar dit eigenlijk op... dit haar ken ik. Dit haar had ik vroeger altijd aan. En dit is van verlanglijstje. Dit weet ik allemaal nog. Dit is ook van verlanglijstje. En was je... Is de wat ik... Ik weet niet. Ja, dit is ook van verlanglijstje. Ja, ik ben jij bent goed. Ik ben blij. Ik herken de personen nog niet. Hoezo? Oh my god, dit is een hele lookje ongeveer. En ja, dit is mijn lookje. Alleen heb ik de schoenen nog niet. Oh, waarschijnlijk zijn dit de schoenen. Oh nee. Oh, nice. Oh my god! Dit is mijn look ding. En dit waren ook gelijk alle cadeaus. Nee, ik weet niet de laatste was, maar ik zie het niet. Nou, anders dan zie je het later wel, Marit. Bij de dingen. Ja, dat denk ik ook. Nou, valt mee. Ik heb alleen maar gefilmd welke cadeaus er waren toen jij ook meekeek. Dus ik weet niet. Ja, dit was het. Zijn er veel, hè? Weet je, even looks maken. Ik voel mezelf echt zo'n persoon met veel te veel spullen. Nu. Met veel te veel spullen aan, bedoel ik dan, hè? Echt van, woehoe. Ik ben een keer snel, Marit. Echt goed, hè? Tada. Oh, wacht.
Ik hou het gewoon op dit iets. Of dit. Het moet normaal haar zijn dat er gewoon onder kan. Ja, dit vind ik goed. Ik haal uit de collectie. Het is echt vreselijk. Even kijken. Oh, dit is de verkeerde. Ik moet schoenen hebben. Logisch ander. Goed bezig. Oh, die had ik, heb ik die niet op mijn verlanglijstje gezet. Oh, dat is niet zo handig. Oké. Ik dacht, misschien had ik ze al, maar dat valt best wel mee. Ik maak het wel dit. Dit. Ja, yeah, ik ben stoer. Ik ga nog een look maken. Ik ben even een look verslaven op dit moment. Dan moet hij het wel doen. Boom. Ik voel me cool nou, jongen. Alleen ik weet niet eens of ik genoeg dingetjes heb. Ik weet niet eens of ik het wel heb. Nee, ik heb het niet. Dat is goed. Sorry. Ja, dan komt dat anders zo veel te veel op elkaar en door elkaar heen zit. En dan is het makkelijker om even, zie je? Dat is een heel stuk makkelijker. Ik doe wel gewoon de broek aan. Zo goed. Wauw. Dit slaat helemaal nergens op. Oké, ik heb deze. Ik heb deze look daar letterlijk ook gewoon op mijn andere account. Alleen dan zonder schoenen. Alleen heb ik daar ook wel de schoenen. En hier ook niet. Kijk. Boom. Even kijken. I'm freaking smacking me. Oeh. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet waar Joost is. Oh, wacht, ik weet wel waar Joost is. Joost heeft de bioscoop met zijn enige vriend. Nee, ik heb geen schoenen hiervoor. Denk ik. Don't like that. I think so. Eigenlijk, ik vind dit wel een leuk lookje. Ik hou het wel zo. Even kijken of er nog andere schoenen zijn. Nee. Die. Ja, die had ik net ook al aan, ik weet het. Doe aan. Dat is jammer. Dan moet ik even wegklikken. Ja, ik ga een keer livestreamen als ik weet hoe het wordt. De sloffen. Welke sloffen? Die? Ja, dit ziet er toch heel raar uit? Hey. Oh, tukkies! Nee, ik doe geen sloffen aan. Zo, nou ben ik cool. Even dit kaken. Oh nee, wacht. Ik ga een look maken met slofjes. Ik wil een sloffen look. Ik ga een duckies look maken, oké? Okay? Moet jij even zeggen welke spullen ik daarvoor moet hebben? Ik ben ondertussen... Marit die zegt de hele tijd... Wacht, ik ga even kijken wat Marit zegt. Marit zegt dat... die vraagt dat het... Dat het zegt van... Was dit serieus al? Maar we zijn een beetje snel doorheen gegaan. Duckies! Wat zegt ze nog meer? Wat ze veel heeft gemist? Ik kan niks zeggen, ik kan ook niet typen, dus eigenlijk, yeah. Logisch. Ze vraagt waar Joost is, omdat wij het allemaal hadden over schoenen. En ze wil per se, duckies. Welk groen shirtje? Zag jij een groen shirtje? Oh, dat groene shirtje. Dit groene shirtje, of verder. Ik weet niet welke shirt. Die bedoel je? Ik weet het niet. Oh, verder. En verder kan ik niet. Welk shirtje bedoel je? Welk shirtje bedoel je? Laten we gewoon die doen. Die mintgroen blauw. Die. Welke? Die. Oh, die. Die. Bedoel je? Oké. Okay. Ik weet niet eens of het wel een goede. Ja of nee? Ja, oké. Okay. Deze dus. We gaan dan gewoon letterlijk een look doen. Boom. Die. Oh, die vind ik leuk. Deze doen. Ik laat Marit nou gewoon letterlijk kiezen wat ik aan ga doen. Dus nou kunnen jullie zien wat Marit. Boom. Sorry, die vind ik leuk.
of die. Die vind ik ook wel nice. Die ga ik zo ook een look van maken, Marit. Duckies! Duckies! Oké, zo. Oké, even kijken. Dan moet hij wel een beetje doen. Ik weet trouwens ook niet hoe lang ik al aan het filmen ben. Op zich zal dit nooit het record verbreken van hoe vaak ik normaal film. 20 minuten. Oh, dat valt mee. We hebben pas 20 minuten, Marit. Valt nog mee. Maar goed. Ja, hè? Eigenlijk wel. De vorige was 50 of zo. Nou, toen was ik ondertussen aan het skypen met Jent en Noah. En het klonk echt heel raar soms. Maar goed. Vertel, wat nog meer? Jij moet even zeggen, te lang, laten we... Paspoort, lang laten we daar opbouwen. Nee, wacht, wat? Ja, is goed. Laten we bij 50 of zo. Oké, maar goed. Eerst even look afmaken, Marit. Ondertussen krijg ik echt freaking veel mensen die van alles lopen te vragen. Ik weet niet eens of dat op een andere account ook zo is. Oh, vrienden bezoeken. Ik ben een week niet online geweest en ik kreeg meteen echt freaking veel bezoeken. Ja, ik wacht gewoon tot iemand mijn vriendenbezoek heeft geaccepteerd. Woehoe. Alleen dat doet ze niet, op een of andere manier. Maar goed. Ja, ik heb vrienden, goed hè? Maar goed, vertel, welke moet ik nou aandoen? Eerst even kijken. En je moet even zeggen welk witte ding. Dit of dit. Die. Oh, deze. Ja? Die beentje toe, bedoel je? Oké, mooi zo. Even kijken of er nog meer iets bij past. Cool. Ik weet niet. Jij moet even zeggen. Groene Yin Yang, oké. Oh my god, nou am I princess. Daar gaat mijn haar waarschijnlijk, zie je? Ik ben echt zo'n persoon en die klikt dan niet op het kroontje, maar op haar haar. Wacht, wat zeg je? Ik denk niet dat hier nog iets... Oeh. Oeh. I know. Ik ben heel goed in Engels. Nou voel ik me gewoon cool. Watch me. Ik voel me cool. Nou, ik vind die met jou zo nice. Oké, vertel. Welke nu? Dit haar of een ander? Ik heb nog meer haar hoor. Nu mag ik kiezen. Maar dat weet ik niet. Het wordt denk ik wel zwart. Dat past er wel bij. Die bedoel je? Oh, die heb ik hier ook staan. Ik heb gewoon de helft van de dingen dubbel. Wauw. En zoveel heb ik niet eens. Die bedoel je? Ja. Deze bedoel je? Ja, oké. Okay. Nog iets erbij of niet? Sorry. Ik zal niet meer zo hard schreeuwen. Niks meer erbij. Oké. Boom. Oh, nou voel ik me best wel cool eigenlijk. Ik vind het best een leuke look. Ik heb trouwens... Even hier een look voor maken. Of op het gezicht klikken. Zo. Zo. Nou zie je echt, nou ben ik echt beautiful. Yeah. Ziet er goed uit, oh.
Als ik weet hoe. Mensen, als je. Nou, dankjewel. Ja, ik weet dat ik pizza ben. Jij bent kip. Zo. Maar in ieder geval, als iemand weet hoe ik moet livestreamen, vertel het me even, want ik wil leren livestreamen. Iemand zei pan. Wie zei dat? Wie zei pan? Wie zei pan? Wie zei pan? Ik zie geen pan hoor. Oh, over livestreamen. Maar waar? Oh, hier. Oh. Oh ja. Nee, ik heet ook geen pan. Ik heet Anne. En pizza. Pizza. Sorry. Ja, ik weet het. Ik ben freaking blind. Maar ja. Goed. Ik denk dat dit het wel ongeveer is, of niet? Hoezo? Ik zit gewoon letterlijk tijdens het praten. Ik zit gewoon letterlijk tegen een telefoon te praten. Oh, dat was pijnlijk. Sorry. Sorry. Maar in ieder geval, ik zit tegen Mare te praten, die alleen terug kan typen. En jullie kunnen niet zien wat Mare typt. Oftewel, slaat eigenlijk helemaal nergens op. Niemand weet waar dit over gaat. Alleen ik weet dat en Mare het weet dat. Ja, is goed. Nou, ik denk niet dat het kan, want ik heb oortjes in en ik heb de recorder niet aanstaan voor de computer. Dus als jij hoi zegt, hoort niemand wat. Alleen ik. Iets zeggen, denk ik. Hoi. Ja, hij doet het! Denk ik. Goed, dat was dus Marit. En dus, even kijken hoe lang we al aan het filmen zijn. Holy crap, en ik kon hier niet al vast. Holy crap, ik schrok me rond. Ja, 27 minuten, oh dat valt mee. Ik schrok me rond. Jij was gewoon aan het typen en opeens was het. Jij bent pizza en ik schrok me echt te pletter. Echt, ze moeten het woord te pletter ook gewoon zonder haakjes, hekjes doen, want ik vind hekjes echt vreselijk. En als ik zeg te pletter, moet ik te spazie pletter schrijven, want anders dan is het fout. Vind ik echt niet leuk. Nee. Ja, pizza kan je soms ook helemaal niet zeggen. Vind ik ook stom. Want wie mag pizza nou niet zeggen? Pizza is geweldig. En kip is ook geweldig, want maagd is kip. Waarom mag ik geen pizza zeggen? Nee, ik mag geen pies zeggen. Ik mag alleen pizza zeggen. Wow, heel mijn telefoonkap er zo op mee. Stomme MSP soms. Even kijken, even telefoon en daar dan. Ja, blijf staan, telefoon. Ja, sorry, mijn ding kraakt. Ik denk ik een keer proberen. Oké. Ik ga een keer gewoon proberen om iets van de microfoon of zo te vinden. Je haalt wat? Hoe zit dat? Ja, maar hoezo haat je ze? Oké, ik dacht dat alleen een haan dat deed. Ik wist niet dat kippen ook mensen wakker konden maken. Moet je je raam gewoon dicht doen, Marek. Maar ik denk dat dit het wel ongeveer was. Dan moet je parfum, gewoon heel veel parfum spuiten. Dan ruik je ze niet. Ook gelijk, hè. Maar goed, ik ga denk ik zo gewoon. We kunnen nog een random vlog of zo erachteraan doen, maar dan. Dan laat ik even de mealtime even. Oh, dat kost te horen.
Echt waar? Moet ik iets harder praten? Sorry. Oké, okay, mooi zo. Zullen we kunnen nog iets randoms gaan opnemen, als je wil. Sorry, ik zal zachter praten. Ik zal veel zachter praten. Ja? Oké, okay, maar dan sluit ik wel even de mealtime af. Want anders dan wordt de mealtime straks weer een uur, als er een vlog achter gaat. Kom op! Oh, wacht, hij staat gewoon erbij. Oké. Okay. Mensen, bedankt voor het kijken en bedankt voor de cadeautjes. Mari, bedankt voor de verrassing. Want ik schroef letterlijk te pletter. En bedankt voor dat je er was. Zeker no problem. En ja, dan zeg ik nog maar één ding. En dat is, houdoe!